Laten we even kijken, dus in ieder geval, ja, hoeveel baby's er al zijn. Unlimited baby. Oh. Oh, wacht. Kijk eens even terug. Hops, oké. Okay. Dat was echt niet normaal wat hier allemaal stond qua baby. Hello, baby! Baby! Hello, B-Redders! Het is weer tijd voor een nieuwe Waar is mijn... Yes. Oh, dank u. Stop alsjeblieft niet met klap. Jullie stoppen. Wat vervelend. Oké. Okay. Vandaag gaan we epische dingen doen. Ben je nou... Ja. Kijk jij naar deze video en ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Ik had even een gigantische hersenscheet. Doe dat dan even hier beneden. Wordt enorm gewaardeerd. En dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En al het Minecraft nieuws. Dat er niet... What? What is dat? Is dat pompoon zo midden in mijn basis? Go away. Gadverdamme, die buurman is mij steeds maar aan het saboteren. Jamie, waar ben je mee bezig? Wacht eens even. Wat nou? Wacht even. Ah, nee, dat kan niet. Oh, ik dacht wel als er een derde factie komt. We hebben de big juicy watermelons. De pompeloons. En dan de kaktussen. Want overal zit kaktussen. Gadverdamme, hij heeft hier gewoon even een blokje van pompoen gemaakt. Ja, maar nee. Nee. Nee, dit verpest alles. Doe nou eens even normaal. Gadverdamme, Jamie. Stinken op. Niemand wil jouw pompoenen hier. Gadver. Beroeders, wisten jullie hiervan? Hè? Wisten jullie dit? Nou, nee, dit kan echt niet. Nee, net als deze. Kijk, weet je, ik heb ze heel lang gedoogd. Maar dan moet je echt even gewoon opknetteren. Hè? Opknetteren. Ja, dat klinkt... Kijk, maar dit ben ik, weet je. Dat is lekker gul. Hij moet dit ook nog wel echt even gaan vervangen, hoor. Ik snap dat hij zo'n episch kasteel wil maken. Maar het idee was juist dat dit middenstuk wegging. De hele basis moet weg. En hij moet alles met meloenen maken, oké? Okay? Dat is wel zo eerlijk. Dat is wel zo mooi. Nou, het is weer een mooie dag in Minecraft. De vorige keer hebben we de schatjacht gedaan met Don natuurlijk. Dit is de loot daarvan nog. Ik ruim het eigenlijk als nooit op, die loot. Maar het is ook niet zoveel. Het is niet zo waardevol. Al neem ik wel even dus die Iron Nuggets mee die ik zojuist pakte. Oh, wacht. Wat dat Don ook alweer is. Helemaal niks. Beep. Oh, hello. Go away. Thank you. Nou, zoals jullie kunnen zien is de Salt Sand Elevator nog steeds niet klaar. Maar, Beroeder, ik dus heeft er wel voor gezorgd. Wat is deze hendel? Dit is verleidelijk. Wow. Yo, dat is sick. Kan dat? Bruh. Applaus. Applaus voor Pompoon, man. Hij kan toch wel epic dingen. Oh, dit is wel sick, man. Gewoon een verborgen trappie. Wauw, dat is vet. Ja, kan ik waarderen. Kan ik gewoon die redstone dingen kan ik waarderen, oké? Okay? Goed, Minecraft, waar we gebleven waren. We gaan eigenlijk even naar de ondergrondse village. Daar is natuurlijk weer van alles gaande. We gaan even kijken hoeveel baby's er ondertussen zijn in ons hok. Of dat die nog steeds vol zit. Want het aantal maximale huisjes of inwoning is eigenlijk al bereikt. Maar goed, we gaan eerst beginnen met dus de eerste test voor de Salt Sand Elevator. Dus de kelp is dus goed, dus helemaal naar boven. Ik ga het nu weghalen. Dan haal ik die weg. En dan doe ik hier een Salt Sand. Als het goed is, zou ik nou... Wow! Oh! Wauw, dat was zo epic. Oh mijn god. Het doet het. Hij doet het gewoon. Dude. Lekker, man. Hij doet het. Ik heb trouwens hier nog even een mooi poortje gemaakt. En het hier verhoogd met twee blokjes water. Want anders kwam ik natuurlijk tot hier. Echt waar ik naar kijk. En hier staat welkom in de hemel. Wauw. Wat een lelijke kale hemel. En dan hier. Ja, deze is ook weer één. Is het lol. En hier staat omlaag. Dit is het blokje waar ik de magma blok ga plaatsen. Want daar hebben jullie ook gezegd van... Oh, broederson, je moet magma blok, Chan. Dus laten we dat doen met een trickshot move. Yeah. Boei! Let op, hè. Let op, let op, let op, let op. Oh! Minecraft Pro, by the way. Wow. Abonneer voor meer Minecraft Pro dingen, oké? Okay? Dank u wel. Goed, dus. We zetten dit in. Scap. Scap. Scoop. En nou moet deze als goed is alles omlaag zuigen. Dus, dat deed pijn aan mijn poten. Gadverdamme, helemaal. Oké, we gaan omhoog. Zoals jullie ook kunnen zien, ik verlies eigenlijk... nauwelijks bubbeltjes. Of eigenlijk gewoon niet. Dat komt omdat ik Respiration 2 op mijn helm heb gezet. Want één villager van mij verkoopt of verkocht die dingen. En ik dacht, joh, waarom niet? Mijn helm was echt is gewoon matig. En nu heet het een bad bandana. Omdat ik ermee kan ademen in een bad... Oké, goed. We gaan omlaag. Jeet. Dit gaat wel langzamer. Het gaat omlaag. Dus we hebben eigenlijk een werkende elevator naar boven en naar beneden. Maar het gaat 100 keer zo snel als ik alsnog zelf zwem, zeg maar. Lieg ik dat? Nee, dan lieg ik niet. Het gaat wel een stukje sneller. Skirt. Maar we hebben nu dus in ieder geval al de elevator to heaven. Maar we hebben nog niet de stairway to heaven. Het zijn verschillende dingen. Dus hieromheen zou ik het best wel sick vinden om een trap te maken. Gewoon compleet van quartz. Gewoon toek, 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 toek. Ruk, toek, toek. Ruk, toek, 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 toek. Snap je? Gewoon heel veel ruk, toeks. Goed.
Juist, ja. Dus, we gaan even naar binnen, want ik heb dus iets super speciaals onder in mijn basis. En dat gaan jullie zo meteen zien. Oh mijn god, jullie gaan verbijsterd en verbaasd raken. Let op, hè. Jiet en jiet en jiet. En stink in je pompoenen. Gadverdamme. En al dat kelp. Hè? Rot vlees, opgerot. Top. Ik hoor gekke geluiden. Ik wil hier even zoveel mogelijk Iron Ingots van maken. Want ik heb nu dus mijn villagers in hun huisjes zitten. En dat is wel leuk. Maar ik weet niet. Misschien is het uiteindelijk juist ook wel gewoon sick om villagers rond te hebben lopen in de village. Dan ziet het er wel levendig uit. En daarvoor hebben we natuurlijk Iron Golems nodig. Zo simpel is het. Dit is Smoothstone. Dat is geen... Hoe maak ik ook weer Iron Golem? Ik heb dan Iron. Heb ik daar die pompoenen voor nodig? Volgens mij wel. Nee. Die heb ik net weggegooid. Brothers. Volgens mij heb ik dan die pompoenhoofden voor nodig. Oh, wat dom. Hallo? Huh? Hij heeft zijn farm aangepast. Of zo. Iron ingots. Sorry, broeders. Yo, jou heb ik nodig. Oh. Ja, maar dit is duur. Kom, even slepen, neef. Top. Doe mij maar al die iron blocks. Hoppa, top. 7. Huts. Zo, nog één. 8. Nou, nu komen we er wel, hoor. Ja, nou is het op. Hè. Oké, hiermee kan ik er dus... 1, 2, een paar van maken. Hé, wat toevallig. Wat fijn. Ik weet niet of deze werken trouwens. Moet ik heel even kijken. Goed, Nou, ik kan het hier niet proberen trouwens. Ik denk dat ik die lichtgevende moet hebben, maar ik weet het niet 100% zeker. Maar heb ik toch nog iets aan die stinkpompoens? Ik wacht nog steeds op iemand die een keer citroenen naar Minecraft brengt, oké? Okay? Heeft hij hier niet... Oh, kijk eens aan. Ik wil ze haast niet aanraken, maar ik ga ze heel even lenen. Gadverdamme. Wat een troep. Wat een troep weer. Gadverdamme. Ik word er helemaal naar van. Kijk, gewoon rillingen op mijn nek. Ga weg. Nekril. Jeet. Abonneer. Op Rudy. Dank u wel. Goed gedaan. Wat fijn. Wat leuk. Wat hilarisch. Nou, natuurlijk hebben we nog geen goede poort eromheen, maar een begin mag altijd wezen. Ik ga tonk, 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 stonk. En dan gaan we het proberen met deze die licht geven. Kijk eens aan, Golemschan! Nummer 1. Dan gaan we denk ik ook gewoon meteen een tweede maken, want dat kan dan natuurlijk net. Kijk, die Dream Geezer, die lost het meteen voor ons op, hè. Tonk! Nou, zijn er 2 geezers des dreams. Wat chill. Nou, deze heeft nog steeds geen baan, omdat mensen in die rij dus een baan nemen. Godverdomme, al dit spul. Stinkpompoons. Hey, brothers, ik stuur jullie dadelijk naar huis. Ik ga daar eerst veel voor hout hakken, oké? Okay? Goed, dat jullie het maar weten. Waar is mijn iron goal? Oh, daarbij! Jezus, ik was je nu al kwijt, man. Ik vond het ook wel bizar dat er nog geen gespand waren, omdat die andere camera echt gewoon hoeren vol zat. Die zat echt vol. Laten we even kijken dus in ieder geval, ja, hoeveel baby's er al zijn. Unlimited baby. Oh. Oh, wacht. Ik ga eens even terug. Hopsakee. Want dat was echt niet normaal wat hier allemaal stond qua baby. Hello, baby. Baby! Nee, 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 nee. Oh, ik heb geen afkorting hier. Nee. Hier zet ook al mijn fortune... Nee. Ah, mijn parcours zuigt even. Momentje. Jeet. Ga weg. Dat meen je niet, ouwe. Een zombie villager die al de aardappel aan het nakken is en aan het opeten is en een baby... En natuurlijk, ik heb natuurlijk die gaten voor 1 hoog erin zitten, zodat de baby's daar doorheen kunnen. Maar ja, met... Wow, dus even... Oh, kalm! Op deze manier kunnen die baby zombies er dus ook doorheen. Die heeft dus alle villagers vermoord. Oh, dat kun je niet menen. Dit kun je niet menen. Go away. Ik wil die kleine doodmaken. En als het goed is, kan ik die grote... Kom hier, klein kreng. Hier jij! Hè? Neem wraak! Au! Stink! Hoppa. Wat kom jij nou weer? Nee, jij hoort hier... blijf van buiten, oké? Okay? Kom op. Ik wil ook die fences hebben. Kom hier, klein kreng. Hier! Waar is Pedro? Als ik Pedro nu had, joh, was je nu al lang dood. Stink. Doe pijn. Ga aan de kant. Jullie beschermen hem voor geen enkele goede reden. Zombie varkens, meneer. Hij zit ook allemaal aardappelen te stelen. Kom hier. Hier. Ik ga dit bed weghalen. Nou komt hij 100% omaf. Kom dan, meer. Jeet. Ja. Juist. Top. Ja, nee. Oh, hier zit ik dus niet op te wachten, Beroeders. Waarom overkomt mij dit? Dat is ook wel te verwachten eigenlijk. Maar ook weer niet. Come on, man. Dit is zo treurig. Kunnen wij 5000 treurige likes krijgen, alsjeblieft? Ik ga wel heel even dit hek pakken, zo. Poenk, poenk. Wacht, nee. Jou kan ik misschien wel op een leuke manier redden. Nou, gozer. Ik weet niet meer wie jij was van de bende. Maar ik ga je redden, oké? Okay? Wat de prijs ook is. Ik ga je redden. Ja, die aardappel mag je in je gat steken. Die heb ik niet meer nodig. Google. Hoe red ik deze villager?
A few moments later. Google heeft geantwoord. Ik heb een fermented spider eye nodig. En dan kan ik een splash potion of weakness maken. Die heb ik denk ik niet hierin zitten. Bread dab. We hebben gelukkig wel suiker. Want dat hebben we nodig. We hebben brown mushroom nodig. We hebben dus blaze powder nodig. En natuurlijk water. Dus laten we ook maar even wat flansies vullen. Jongens. Heb ik hier nog andere nuttige dingen in zitten? Nee. Dus een spider eye heb ik nodig. En een brown mushroom. Een brown mushroom is iets wat ik denk ik wel heb. Maar nooit echt veel aandacht aan besteed, zeg maar. Het... Ah! Woe! Boom! Bam! Skedaddles! Dat heb ik waarschijnlijk wel in mijn base liggen. In mijn... Wat? Gerard, wat doe jij? En spider eyes heb ik gegarandeerd echt overal wel ergens liggen. Ik vermoed dat het bij mijn eten ligt als ik het heb. Kom op! Brown mushroom. Hey! Mooi. Sneller gefixt dan ik dacht. Hier zit niks bijzonders in wat kan helpen. Top. Ja, stop maar met klappen. Ik vind het helemaal mooi. Goed. Een spinnenoog. Wordt één... Ei, we hebben al een golden apple. Kijk. Yo, ik wilde ze zelf nog maken. Dus appel in het midden. Gold ingots eromheen. Nergens voor nodig. Top. Nou heb ik dus letterlijk alleen nog maar spinnenogen nodig. Wordt het al avond? Anders ga ik ze gewoon hunten, joh. Ga ik ze gewoon hunten. Je weet hoe het is, hè. Gewoon, hut. Wat? Oké. Juist. Goed. Doe mij een spinnenoogje. Kom op. Die heb ik 100% hier liggen. Ik denk in die kist daarboven. 5 euro dat die erin ligt. Zie je? Niks aan de hand. Nou, nemen we dat suiker ook meteen mee. Prima, joh. Oh, en ik zie nog een waterboard hole. Wat stelt het eigenlijk allemaal voor, hè? Ja, precies. Helemaal niks. Top. Hello, brothers. Heb ik eigenlijk nog maar één flesje... water nodig. Nou ja. Vul er maar meteen even iets meer. En dan kunnen we aan de brouwerij. Ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Hebben jullie al gebeld? Nee? Oh, doe even snel. Oh, zei je ja? Oh, ben je ready? Kom in mijn armen. Ik weet het, ik zit weer voor de verandering, maar kom maar. Kom. Ja, doe maar. Nu niet te dichtbij. Oké, dankjewel. Dat was heel fijn. Geweldig was dat. Wauw. Goed. Het proces. De waterbottles doen we onderin. We doen natuurlijk de spider eye daar. Het suiker... daar, ik doe allemaal... Ik doe alsof ik dit uit mijn hoofd weet. En de mushrooms daar. En oh mijn god, het is dat. Wauw. We hebben meer suiker nodig, anders komen we er nooit. Niet dat ik zoveel gefermenteerde ogen nodig heb, maar... Wel een bietje. Hoppa. Kijk eens aan, jongens. En dan doe ik het ding daar. Er zit nog genoeg, stookkracht in van de blaze powder. Dus we kunnen dit gewoon maken in 3 potions. Dat vind ik eigenlijk wel super nice. Zo. Dan heb ik volgens mij nog wel gunpowder nodig, omdat ik er een splash potion van ga maken. De gunpowder, dat had ik... Had ik? Ik zag hier ergens gunpowder, dacht ik. Ik meen hier echt gunpowder te zien. Heb ik dus niet. Oké. Maar goed, deze 3 potions of weakness zijn gemaakt. Gefermenteerde ogen doen we daarin, dat is de redstone. Dan moet ik toch even een gunpowdertje gaan regelen. Gozer, rustig aan, we zijn er bijna. Heel bijna. Ik moet even een creeper. Let me kill the creeper, please. Ik zag hier ergens een creeper. Oh man, sterf. Waar is de creeper? Ik zag 100% de creeper hier ergens. Zit die in de tunnel? Nou, ja, ook nog echt. Oh, man. Geen... Ah, hij heeft geen poeder. Poeiert! Hallo, kan iemand me poeiert geven? Ik heb al maanden geen poeiert meer gehad. Geef me poeiert. Zo vet hoe de underground village er uitziet trouwens. Heel sick. Oh, daarover, daar wilde ik nog even iets aan veranderen. Want je ziet daar natuurlijk die dirtrand. I do not like the rent of that dirt. That dirty rent. Dit zijn heel veel blocks of iron. Daarom is al het iron weg. Oké. Gekke voorbereidingen hier al. Ik wilde nog een paar Oh, ze zijn allemaal op. Man. Ik hoop daar eigenlijk nog wel iets van kwarts over te hebben. Damn. Dan zit hier gunpowder. Hey, breadash. Vernaas. Ponk. Ponk. Zo. Heel even geduld. Larry. Klein monumentje nog, ik zweer. Dan doe ik die erin en dat erbij. En dan wordt het als het goed is splash potions. Dus dan kan ik ze gooien naar die man met die dikke neus. En wanneer dat gedaan is, kan ik er volgens mij gewoon een golden apple voeren. Ik weet het niet 100% zeker, maar daar lijkt het wel op. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Jeet. Lekker, man. Zijn we dan de eerste villager die we... Oh, hey, Giezer. Ga je me in ieder geval lair? Ik weet het, de deur staat open, omdat ik nog geen frontmuur heb. Jeet. Is hij getriggerd? Wow! 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 Wel heel jammer dat letterlijk al mijn Fortune 3 villages en zo dood zijn. Maar wow! Brenda! How you doing? Ja man, ik heb je gered, hè. Volgens mij hebben ze ook al die... Oh nee, die zitten nog gewoon vol. Nee, ik wil je aardappelen niet. Ga weg. Lekker man! Je bent terug! Je bent gewoon terug. Wat een dream geezer. Zo. En nog een iron bar, maar we moeten even iets oplossen. Zo joh. Gewoon gered, hè? The boy who lived. Eigenlijk moet jij Harry heten. Ja, weet je, eigenlijk moet jij Harry heten. De jongen
die het heeft overleefd. The boy who lived. Harry P. Welkom in the crib. Ja, er is alleen één probleem nu. Wacht eens even, ik hoor nog iemand in dit tunnel. Misschien is het probleem opgelost. Tenminste, dat zou echt geniaal zijn als dat zo zou zijn. Hier zit dus niks. Als hier één... Ah, oh, man. Ik moet eigenlijk een villager terughalen. Daar komt het op neer. Anders kunnen ze gewoon niet meer boomsen. Zal ik eerst bomen hakken? Ja, laten we dat eerst doen. Nou, dan ga ik hier maar even de bos in. De poort gaat open. Ik heb weer een boze menigte achter me aan. Maar goed dat ik een dikke poort heb. Later! En dan gaan we hier even lekker choppen. Choppen voor de leven, neven. Vandaag geen meloenbordtijd, jongens. Vandaag dadelijk bedtijd. Broeder, ik dus moet slapen om 10 uur, oké? Okay? Het gaat me niet lukken, maar ik ga mijn best doen. Want anders functioneer ik gewoon niet. En dat is heel naar. Goed, we willen dus heel veel fences maken. Dat is het ding. Zodat we het dorp een beetje af kunnen zetten. En dus ook de villagers in de huisjes kunnen krijgen. Want dat is vaak nog het meest frustrerende aan een village hebben. Maar daarvoor hebben we dus redelijk wat fences nodig. Niet eens echt gek veel, maar wel gewoon genoeg. Ik denk misschien zo'n 3 stacks fences of zo. Zijn ze al boos op me? Nee, ik kijk me alleen nog maar aan. Wereldrozen. Dus dat doen we echt helemaal niks. Wat fijn. Nou, top. Dat vind ik wel voldoende hout. Hello. Be right there. Plunk, klonk. Klink. Plank. Plonk. Ga weg. Weg. Abonneer op Rudy. Dank u wel. Lekker gehutst. Dus we gaan hiervan even allemaal planks maken. Daar ook. Oh, nou hebben we zoveel planks. Planks voor deze. Nee, hoppa. Lekker, man. Zo. En dan heb ik zelfs nog over. Zo. Nee. Zo. Nee. Zo. Top. Heel veel planks. Nou moet ik dus eigenlijk van die planks sticks gaan maken. En dat kan. Goed. En nou wil ik dus eigenlijk gewoon een fence maken. En dat kunnen we ook allemaal doen met volledige stacks. Dus nou hebben we eigenlijk al vet veel fences. Wauw. Ja, joh. Laten we gewoon underground gaan. En dan kan de pret beginnen. Natuurlijk hebben we nu allemaal ook fences gebruikt. Maar het maakt op zich niet veel uit als ik dit gebruik. Hier ligt al 1 iemand te pitten. Dit huisje zit vol. Hier een klein beetje plek maken. Zo. En dan gaan wij gewoon met een, ja, beginnen met een pad aanleggen naar dus het volgende huisje. Dat is het ding. That's the plan, man. Ik weet niet of dit werkt. Oh, je kun je finaal doorheen lopen. Oké, dat werkt dus niet. En zo. Oké. The gate can open. Dit kan weg, dit kan weg. Heb ik nog ergens een gate trouwens, dat ik zelf... Ja, ik moet zeggen... Ja, die kat zit er ook in. Neko-chan. Ga eruit. Oké, goed. Goed. Ja, jij moet even die kant op. Even een stuk die kant op. Kom op. En jij ook? Nee, die kant op. Nee, kom op, die kant op. Oh, eigenlijk moet ik er nog één terugsturen, hè. Oké, ik ga jou terugsturen. Jij kan echt wel terug. You're the chosen one, my friend. The chosen one. I'm telling you. You're the chosen one. Je bent de enige die bevrucht kan raken. Top. Juist. Goed. En ik sluit mezelf in. Hello. Jij krijgt de kans. En jij ook. Jesus, kom met me mee. Waarheen? Waarheen, zeg je? Nou. Oh, dit is niet handig. Kom maar mee. Heb ik een emerald bij... Nee, natuurlijk niet. Kom maar mee. Jullie zijn vrij. Vrij, zeg ik je. Hé, wat? Ik bevrijd er wel gewoon meerdere. Oh, sorry. Dat was niet de bedoeling. Kom hier. Jullie zijn vrij. Gozers. Kom nou hier. Kom dan maar. Kom. Je moet helemaal deze kant op, man. Ik kan beter een rails door kunnen leggen. Als er nog even één hier komt, dan kan ik het gebied al verkleinen. Zij blijft daar. Jij... Nee, jij moet even door. Kom. Jij moet ook even die kant op. Kom maar. Kom. Nee. Kom nou, kom. Doe nou niet, nee. Ik heb geen tijd, ik moet over 8 minuten bedtijd. Bedtijd. Bed. Doe zo mijn best, broeders. Zo. Mun. Ja. Ja. Ponk. Oké, we zijn een stapje verder naar bij de overwinning. Jullie twee, kom met me mee. Had ik maar een emerald. Oké, weet je wat? Funky time. Ik ga een emerald fixen. Hustle. Huts. Hier ligt sowieso een emerald. Yeah. Ik heb een emerald, neef. Oh, hey, wat is dit? Ja, dit heeft echt helemaal geen zin, hè. Ik moet ze echt hier krijgen, dan lopen ze vanzelf al. Ik kan ze misschien boos maken of gewoon mappen. Oké, deze is er bijna. Nu even die andere nog in de buurt krijgen. Nu even zo. Hey, Brad, daar. Kom even mee. Ik weet niet waarom je terug wil naar iedereen. Stop gewoon. Heel vervelend, deze gast. Zo, nee. Ouwe, je was er. Kom op, terug. Oh, ja, nee, ik doe alleen jullie twee en daarna word ik gewoon lijp, oké? Ga ik lijp slapen. Ik moet sowieso mijn bed nog opmaken. Oh, hoppa. Kom op, jullie twee. Jullie zijn er echt bijna. Het is hier. Ik heb hier nog geen bed. Oh, wat dom. Oh, maar die kan ik ook nog niet plaatsen. Dat is wel een ding. Of ja, kan ik dadelijk wel doen, maar... Anders kunnen ze er niet doorheen, zeg maar. Je bent er echt bijna. Bijna. Ga in het brikhuis. Klein stukje nog. Het is hier. Ponk. Kies een kamer. Jij bent de eerste. You're the lucky man. Kijk.
Kijk, daar willen we graag zien. Nee, je gaat hier niet meer uit. Klein stapje naar voren. Huts? Maar dude, waarom... Nee, je mocht juist niet slapen. Niet helemaal de bedoeling. Goed. Zo, nog een stapje. Nee. Hè, dat is ook niet wat ik wilde. Ponk! En ik kan hier nu niet ontsnappen. Nee! Oké, okay, het kan wel. Ponk, ponk. Nee, nog... Oh, hè. Nee. Het is ook echt nacht. Oh, nee, niet sterven. Nee, niet sterven. Sibyl, niet sterven. Wat stom! Ponk! En dan nu? Alleen een bedje nog. Nee. Doe nou niet. Doe nou even niet zo doen. Kom op. Ga even naar je werk. Gewoon zo. Nee, terug. Nee, Gerard, nou moet je luisteren, hè. Dit is de laatste keer. Ik tel tot drie, hè. Nou, doe dat. En dan stikken juich. Ja, je gaat maar slapen. Boeien me niet meer. Nou, top. Ja, weet je, van jou heb ik helemaal geen bed. Dus, hey! Het is bedtijd. Yeah! Vond je dit nou een leuke video? We hebben wel een zombie villager gered, weet je. Dus we zijn wel jovele gasten. Doe dan een duimpje omhoog, wordt gewaardeerd. En zie ik jullie hopelijk in de volgende video. Check ook trouwens mijn vlog van laatst en mijn Zoo Tycoon video. Zou ik waarderen. Hey, Spreta! Oh nee, sorry, wacht. Damn, zo oud. Wabam!